Kijk eens. Er hangen nou 17 shows. Hier hangen ze allemaal. Dit is de ijsshow en de fabrieksshow en de schoolshow. En even kijken. Oh ja, dit is het haakje. Dit is het haakje waar natuurlijk deze show straks aan komt te hangen. Dat voelt u wel. Die komt hier straks aan. En nou is het leuke dat ik heb nu maat 46. Maar de eerste show, dat had ik dit jasje aan. Moet je even kijken voor de aardigheid. Ik heb nu 46. Maar toen had ik nog maat 50. Moet je kijken. Maat 50 had ik. Toen deed ik ook de eerste mop. De eerste mop die ik op televisie deed, was met zo'n jasje. Toen maakte ik er een telefoon van, een telefoongesprek. Zo van dit. Hallo. Ja. Ben jij het? Lig je in bed? Heb je geen pyjama? Kom ik hem even brengen. Ja. Goed, tot straks. Ja. Daar. Ja. Daar. Daar. Dat was mijn broer. Maar... En maar echt hoor, daar hangt hij echt een kapitaal hangt er. En dat zijn goede pakken als je dat pak neemt wat ik nou aan heb. Hè. Dat is zo geweldig als je dat 14 dagen in een koffer doet. 14 dagen, dan haal je dat, na 14 dagen haal je het uit die koffer. Na 14 dagen leg je het op de grond. Ga je erop stampen, zo. En dat is niet te geloven, dan haal je het uit elkaar en dan is het helemaal verkreukeld. En duur hoor. Dit jasje. Had ik aan, waar had ik het aan? Oh, dit had ik in epiloog aan, dat weet ik ook weer. Ja, in de epiloog had ik dit aan. Dit is mijn bij, is dit. En weet u wat het kost? 320 gulden. Alleen dit jasje, 300 en... Oeh, dames en heren, dit is een hele bijzondere man. Die wou ik even met uw kennis laten maken. Dit is de man die al die fantastische decors voor ons ontwerpt. Hans Christiaan van Langeveld. Dat is hetzelfde, hè? Dat is het precies, hè? Zeg, ik wil geen namen noemen, maar heb jij het ook gekocht bij... Voor de brand? Voor de brand. 32 gulden in de uitverkoop. 32 gulden in de uitverkoop. Dit ook. En daarnet zei je 320. Ja, de 10. Dank je wel. Ja, Hans. Dat kledingrek, hè? Mag dat het decor uit? Dat past hier eigenlijk niet, hè? Oh ja, neem maar mee. Ja, neem maar mee.